dat is niet in afhouden, pardoes! Elke keer hetzelfde. Jongen, ja, maar mag ik u complimenteren met uw jas? Het is een soort kattenjas. Had je de laarzen bij aangehad, was je de laarzen de kattenjas geweest. Geweldig. Hoe is jouw naam? Bram. Oké, ik heb een mooie naam. Bram. Een prinsessennaam, hè, Kees? Haha, daar gaan we. 3, 2, 1. En dan heb je niet daar hier. Ja. Geweldig, dankjewel. Dankjewel. Goeiedag gewend. Mag ik u verzoeken de handen in de zak? Die handen uit de zak? Ja, die is op. Ik geloof niet dat ik gevraagd had om de staafkok vast te pakken. Daar gaan we. 3, 2, 1. Ja. Heel goed, dank u wel. Als het heel goed is. Mooi, maar ook. Maar voor de verandering ga ik even zo aan deze zijde staan. Voor de afwisseling geeft u wel. Daar gaan we. 3, 2, 1. Ja. Ja, het is ook weer gebeurd. Dank u wel. 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 Een bijzonder goede middag. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Een portret. Een statieportret natuurlijk. Nou, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Uitstekend. Heel hartelijk. Dag jonge dame. Helemaal netjes om ontvangen te kunnen worden van onze goede wakker dag van jou. Wat hè? Daar gaan we. Misschien valt het nu op dat ik niet heb gelachen op de foto, maar dat is protocol. Ik mag zelf niet lachen. Maar zij hebben gelachen, toch? Ja, denk ik. Ik had mijn formele blik op. Zag u er niet van schrik bij het terugkijken van de foto? Nee hoor. De formele blik. Dank u wel. Dag lieve jonge dame. Dag jongeman, een bijzonder goedemiddag. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Een foto, ja zeker wel. Zullen we het dan niet? Dan kunt u het paleis op de achtergrond vastleggen. Kom je erop bij? Maar, u ziet er prachtig uit, complimenten. Zijn jullie al in het paleis geweest? Ja. Dan zijn de majesteit al zeer onder de indruk zijn geweest van jullie verschijnen. Geweldig. Heel hartelijk dank. Hier een genoeglijke dag nog. Graag tot de volgende keer. Maar natuurlijk, jongeman. Wilt u op deze zijde of aan deze zijde? Dat is uw beste kant begrepen. Heel goed, daar gaat het. Ja, uitstekend. En u ook heel hartelijk dank. Dankjewel. Zo. Meneer Tony, u bent er ook bij. Gezellig. Aangenaam. Fijn dat u er weer bent. U bent kort van stof, begrijp ik. U zegt niet veel te maken. En u staat alles weer vast te leggen. Ja. Ook al gebeurt er niks, u moet gewoon doordraaien. Ja. Knip de goede momenten wel tussendoor uit. Dat zou fijn zijn. Ja. Ik heb hier nog wat dames staan. Dag dames. Dat is gewoon een beetje zo gluren. Ik heb het idee dat ik in de directe nabijheid van hij die niet genoemd mag worden. Ja, ik dacht het al wel. Pardoes. Vinden jullie pardoes leuk? Echt waar? Mag ik één serieuze vraag stellen? Hoe kan het nou dat iedereen, maar ik herhaal, iedereen pardoes nog zo leuk lijkt te vinden? Terwijl, ja, waarom? Omdat hij een leuk vriendje is. Nou, ik kan een hele hoop over Pardoes melden, maar niet dat hij een leuk vriendje is. Nee, Pardoes, als ik zou mogen kiezen tussen een aantal leuke vriendjes of vriendinnetjes, dan zou Pardoes daar niet bij zitten, wat mij betreft. Maar ik sta daar vrij alleen in, heb ik het idee altijd. Ik heb altijd het idee dat de hele wereld bijna verliefd is op Pardoes. En dat ik zelf altijd een klein beetje de tweede viool moet spelen, zoals het zo mooi. Met andere woorden, dat ik altijd een beetje aan de spreekwoordelijke zijlijn sta. Kijk, ook nu weer, al het publiek staat bij Pardoes en bij mij staat... Oh, dat is voor het eerst. Dat is nu voor het eerst hoor, dat ik dit zo ervaar dat hier ineens allemaal mensen... Filmt dus even, want er staan dus ineens allemaal mensen. Dat is wel een memorabel moment. Normaal gesproken zijn de rollen volledig omgedraaid. En zodra Pardoes tevoorschijn komt, staat iedereen daar omheen. En sta ik in mijn spreekwoordelijke eentje. Nou, niet eens spreekwoordelijk, gewoon echt in de wereld. Ik heb het idee dat er weer... Ja, dat is het. Dat is niet in afhouden, Pardoes!
elke keer hetzelfde. Ja, leuk. Echt leuk. Pardoes. Wacht even, jullie spelen toch niet onder één hoedje, hè? Jullie hadden al lang in de gaten dat Pardoes achter mij stond, zeker? Ja, dat hebben we ook gezegd. Nou, ik ben er hartstikke blij mee, Pardoes, dat wij hier samen zo, hè, leuk zo, niet aan me zitten. Pas op, ik heb je gewaarschuwd. Er zijn regels, er zijn protocollen. En die dienen opgevolgd te worden, Pardoes. Pardoes is achter je. Ja, Pardoes, dankjewel voor de waarschuwing. Hij staat nu naast me zelfs, dat is nog veel erger. Pardoes. Het is heel vrijpostig om op de schouders van een lakei in functie te leunen terwijl hij en plein publiek probeert schijnhoog te houden dat hij alles onder controle heeft. Pardoes, mag ik jou nog één keer verzoeken om, waar iedereen bij is, mij niet als een volslagen poen neer te zetten door alsmaar zo nonchalant en ondeugend. Ja, nu doe je ineens alsof er niks aan de hand is, maar je weet heel goed wat er aan de hand is, Pardoes. Probeer je een beetje te gedragen. Het gaat gewoon weer door, handjes schudden alsof er niks aan de hand is. Echt leuk. Nou, niet meer niet kwalijk dat ik even uit mijn slof ben geschoten, dames en heren. Ik vervolg mij weer in mijn rol die eigenlijk zo als een grote aanvoelde. Ik speel wel weer de tweede viool. Ik voeg me daar, Pardoes. Ik voeg mij wel weer terzijde. Ga even huilen. Heel gaaf. Foto? Kijk dat we daar. Ga beter even de begane gaan, dat is veel leuker. Wat is dit? Wat is hier voor gezellig? Oh, kijk nou, is er paleis met de... Hallo, gezellig. Dat is allemaal leuk. Hallo, ja, is goed met jou? Zeker, heel goed. Deze lijst is even vroeger van Italië. Dat ligt van jullie, hoor. Die was er nog niet aan. Dat is wel een gevaarlijk apparaat wat Pardoes ook wel eens bezig. Je kunt er wel goed mee omgaan, hoop ik. Je moet er wel een beetje voorzichtig mee, toch? Ik weet niet hoe dat het kindje wat eigenlijk wordt weggekomen. Oh, dat is uw eigen wagen. Dan is het goed. Dan is het goed. Dan wens ik u nog een goede dag. Fijn contact met u. Ik Van O.G. Punctuel, de secretaris protocolair van zijn majesteit koning Pardoes, de handel door mijn aandoen, de eerste van Symbolica. Maar hou maar van de koning. De lakei van de koning, dat is goed. Zo, nou, goedendag. Wat is u heeft een leuke kleinigheid. U hoopt dat het leuk is. Nou, dat hoop ik ook van harte, want anders is het een tegenvallen van je welste natuurlijk. Maar, ik moet zeggen, u heeft kosten nog moeite gespaard om er in ieder geval een mooi pakketje van te maken. Ja, met een mooi zakje. Ja, daar staat op, OJ punctueel, goed gespeld. Dat is al een voorsprong. Efteling, dat klopt ook, want daar bevinden wij ons nu. Er zit een plakbandje op. Neemt u mij niet kwalijk dat ik vrij grof te werk zal moeten gaan om deze, om het netjes te zeggen, enveloppen te openen. Ik heb handschoenen aan zoals u ziet en dan kan ik niet heel netjes het plakbandje mee verwijderen waarschijnlijk. Dus ik doe het. Oh, het valt mee. Dat ging nog heel aardig in de herhaling.
Ja? Ja. Dan ben ik toch daadwerkelijk benieuwd wat er zich bevindt in deze envelop. Waarschijnlijk een prachtige foto van mijzelf met... Staat er niks leuks? Het heeft wel een leuke achterkant. Ja. Ja, want de voorkant is vrij deprimerend. Oh. U durft nogal, jongeman. Ja, Isaac had het gewonnen. Ja, dat zeggen ze allemaal. Als lopen, dan... Stijm, hem gauw op, is Pardoes echt leuk. Kan ik dit netjes voorlezen zonder dat ik het risico loop dat het op tjoep terecht komt en ik allerlei rare dingen zeg? Nee, dit nou. Beste Olivier Jujube punctueel. Volgens mij naam heb Olivier Jujube punctueel. Oh. Fijne feestdagen aan Symbolicaans 2018 met vele correcte audienties. Groetjes, Bart. Ja. Bart, heel hartelijk dank. Ik deel die hoop dat er inderdaad vele correcte audienties zullen plaats hebben in 2018. Want in 2017 is dat helaas tot op heden althans nog niet gelukt. Het gaat elke keer mis. Hè. Ik probeer de mensen naar boven te sturen naar zijn majesteit. Die al klaar zit met een kopje thee. Maar iedere keer komt hij, die we niet te veel willen noemen, weer in beeld. En die toch die trap weer op. Hè. Ja, dan gaat het allemaal weer van. Even kijken of u het juist heeft geadresseerd. Waarom heeft u het eigenlijk geadresseerd? Ja, handmatig overhandeling. Volledig over de handeling natuurlijk. Ja. OG punctueel. Hartenhof 7. Hartenhof 7, dat moet u even uitleggen. Want bij mij weten zijn er slechts twee huisadressen aan het Hartenhof. Namelijk 1, Polles Keuken. Namelijk eerder geopend, dus helaas moet ik zeggen. We hebben met huis nummer 1. En 2, Symbolica. Ik ga dat ooit nog eens een keer omwisselen. Ik heb al een schroevendraaier aangeschaft. Want dat moet natuurlijk 2 zijn en dit natuurlijk 1 zijn. Waar haalt u in... Vredesnaam het getal 7 gehad. Ik snap het, het is een sprookjesachtig getal. We hebben al de 7 dwergen. We hebben al de 7 geiten. We hebben nog 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mannetjes die al de hele dag hier over me heen staan met een camera in de aanslag. Maar waarom 7? Omdat ik het Ja, het was gewoon een wilde gok. Ja, en voor de promenade wou ik eerst opschrijven met. Nee, het is Hartenhof, dat klopt dan weer wel. 1952. AP. Ik snap ze. Symbolica. De Hartenstad. Nou, dat is wel heel juist. Inderdaad. Copyright Efteling. Oh, dat, nee, dat staat voor je op de kaart. Ik vind het een prachtige kaart, behalve dan de voorkant. En sommige delen van de achterkant. Ik vind het echt helemaal geen prachtige kaart. Maar wel heel hartelijk dank. Ik heb hem met liefde in ontvangst genomen. En ook deze prachtige kaart verdwijnt in de diepe krochten van mijn rechter binnenzak. Zoals nu zal blijken. Dank u wel, jongen. Ja, graag gedaan. En niet zo hard, gewoon rustig. Ik zal nog één keer laten zien. Ja, kom maar. Veel beter. Voelt dat voor jezelf ook niet veel beter? Ja, alleen de punctueel pin mist. Ja, de punctueel pin die mist inderdaad, maar de volgende keer heeft hij die gewoon weer op. Zoals van de zomer wel, ja. Zoals van afgelopen zomer. Ja. Precies, zo ben ik het ook van u gewend. Ja. Meneer Bart, dank u. Ja.